Goedenavond en hartelijk welkom naar onze webinar US Earnings Season kwartaalcijfers Q2. Vandaag praten wij eigenlijk een dag na de Apple Earnings Announcement. Niet alleen Apple, het hebben ook nog andere belangrijke bedrijven, aandelen eigenlijk hun cijfers gegeven. En het was heel positief eigenlijk aangenomen. En surprise, surprise, de analistconsens zijn al overboden en dat zien wij actueel ook. Dat gaan we dan nu binnenkort naar onze riskverzwaring dan technisch en fundamentaal bekijken en ook een algemene rondom samenvatting over de week van de aandelenmarkten van DAX, AEX, Nasdaq en de grote S&P 500. Daar gaan we over kijken en kijken wat kunnen wij nog verwachten van het volgende deze tijden. Ja, CFD's, Tobos, opties zijn alles hefboomproducten en brengen natuurlijk ook een hoger risico met zich mee van snelle oplopende verliezen. 68% van de retailers beleggers liet verlies op de handel met CFD's met deze aanbieder. En het is belangrijk dat je begrijpt hoe CFD's werken en dat nagaat hoe zich het hoge risico op verlies kunnen permitteren. Ja? Als jullie vragen hebt over hoe CFD's werken, wat Tobo's zijn, dan kun je graag naar mij of naar mijn collega's van IG terugkomen en ons contacteren. En dan gaan we jullie ook graag alles uitleggen. Ja, die bedrijfscijfers eigenlijk van Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, die zijn wel goed geweest. Surprise. Dat zijn eigenlijk corona-vriendelijke bedrijven, zeg ik maar zo. Zij hebben heel graag of goed profiteert van deze tijden waar natuurlijk mensen thuis bleven, mensen ja eigenlijk consumeren alleen via digitale wegen en dat is natuurlijk voor Apple, Amazon, Google en Facebook heel goed geweest. Als wij even hier kijken, de omzet bijvoorbeeld bij Apple was beter dan verwacht. De winst per aandeel was beter dan verwacht. De omzet door de iPhone ook goed. Kleine negatieve ding is dat de iPhone misschien een maand later komt. En ook andere producten zijn heel beter verkocht worden dan verwacht. En dat zien we eigenlijk volgens de cijfers ook bij Amazon. Ook heel snel gezegd, als wij daar kijken, ook bij Google is het wel goed geweest. En ook bij Facebook. Wij hebben daar een heel grote adbaan of reclamebaan eigenlijk gezien in de coronatijd. Maar niet eens zijn dat problemen geweest in zaken van het cijfers. Omdat hier wel Facebook ook nog steeds bezig om te groeien is. Dat zijn ook die bedrijven eigenlijk die in deze actuele periode de markt eigenlijk, de heerstijl die wij eigenlijk op de markt zien, eigenlijk door deze bedrijven verantwoordelijk is. Wij zien eigenlijk wat ik vaak zeg, dat de indices actueel, die eigenlijk een diversificatie-instrument zijn, speciaal in Amerika, speciaal de Nasdaq 100, eigenlijk helemaal geen diversificatie geven momenteel. Het is meer een concentratie op heel vier, vijf bedrijven die bijna de helft van het, of eigenlijk de helft van de marktkapitalisatie doen. En dat zijn ook de drivers van eigenlijk de actuele herstel. Daar kijken wij ook nu op. Op één manier kijken wij nu op de charts om te zien wat is gebeurd na de announcement. De een of ander heeft het wel zeker meegekregen dat het wel een goede push en goede impulsen aan het beurs heeft gegeven. Bij Apple zien wij dat ook vandaag meer dan 7% omhoog gegaan. En op het uurtje zien we dat wij hier ook de trend volgen. Als wij nu een beetje op een dagelijkse manier kijken, zien wij hier dat is een natuurlijk een bijna nu parabolische ontwikkeling van het koers. Het lijkt mij een beetje net als een Bitcoin koers voor before 2018, maar het is echt een
heel ja, sterker, heel stil geweest. Ook nu in het na de corona, daar gaan we een beetje binnen. Daar hebben wij wel nu, dat zien wij ook, de hoogte van voor corona al overgenomen, lang overgenomen. En nu zien wij dat wij hier nu met de goede cijfers die wij gezien hebben, hier meer een push zien. Als wij op het algemene kijken voor de cijfers, de earnings season van Q2, bijna 80% hebben al hun verwachtingen overgeboden of gebied. En wij hebben heel weinig bedrijven die eigenlijk, ja, bijna 20% actueel nog, die in het S&P 500 eigenlijk slechter zijn geweest dan verwacht. En ja, dat is op één keer, op één manier natuurlijk ook logisch, omdat als je als analist en als een bedrijf geen guidance geeft, geen uitblik kan geven en de verwachtingen heel laag stelt, dan is het ook niet, dan is het ook verwachtbaar dat, ja, dat de bedrijven ook hier over de verwachting, over de consensus hier beter dan staan. En dat geeft niet bij alle bedrijven, maar dat hebben wij speciaal in deze week en speciaal vandaag is het heel belangrijk te bekijken. De vangbedrijven hebben al hier een goede ja, voortzetting van hun trend gemaakt en hier ook een nieuwe hoogte bereikt bij Apple. Ja? Hoe gaat het hier verder? Wij zien het eigenlijk voor de cijfers dat wij hier een eerste, ja, kleine, dat hebben wij ook algemeen in het aandelenmarkten of in het Nasdaq speciaal gezien, dat hier nu een beetje de lucht uitgaat en wij hier in een eerste kleine, ja, negatieve, zeg ik maar, trend komen. Dat is hier nog niet beslossen, omdat wij nu actueel door de impulsen die wij hier zien, misschien hier wel een nieuwe, ja, voortzetting kunnen krijgen. Het is maar te vroeg om te zeggen, wij zien vandaag al dat de eerste winnaars of de eerste marktdeelnemers al hun winst hier nu meenemen. En dat kan ja, een signaal daarvoor zijn dat ja, nu de trend misschien niet zo moet gaan verder gaan. En dat wij hier misschien een correctie kunnen krijgen. Voor een technische manier op een dagelijkse basis is het niet te val. Ja, de trend is intact. De RSI op 34 periode, die staat over de 48,5, wat ik, dat is zo'n soort of grens voor mij. Als wij boven de 48,5 staan, is het voor mij hier meer bullish te zien en dat is steeds de val. En ja, algemeen is het hier van een technische manier wel mogelijk hier een trendvoortzetting te zien. En de volgende weerstand actueel staat nu hier tussen rond 420, 419 eigenlijk. Als wij hier deze bereik doorbraken, dan is het wel mogelijk dat de trendmomentum verder gaat. Algemeen gezegd, zonder over de andere aandelen ook nog te kijken, daar gaan we ook wel even kijken, technisch te kijken om te vergelijken met Apple. Of alle vier bedrijven hier technisch op dezelfde manier lopen. En ja, het is nu echt belangrijk te zien, is dat nu een punt waar wij nu een herstel kunnen zien en een correctie kunnen zien. Wat ik ook vaak gebruik zijn natuurlijk voortschrijdende gemiddelden. En hier ook op het korte termijn wil ik jullie iets laten zien. Dat zie ik nu actueel wel. En nog hier 50 volgens mij bijvoorbeeld. Daar gaan we. En zwarte. Oké, okay, dat is goed. Wat wij ook kunnen zien sinds maart, sinds dat wij hier de bodem hebben bereikt en dan de herstel hebben be begonnen. Sinds van daarna hebben wij de 20 dagen voortschrijdende gemiddelde eigenlijk hier altijd als een support hebben gezien. En altijd als wij teruglopen, hebben wij hier een koopsignaal van het, ja, of het was een signaal voor de kopers hier nog wel
binnen te komen. En daarom zijn voortschrijdende gemiddelden niet alleen, maar wel een goede indicatie in het korte termijn, bijvoorbeeld hier op 20 manier, dat wij in een teruglopen wel kunnen anticiperen. Ja, dat zien wij hier wel ook. En actueel was het hier van begin deze week zijn we hier even doorgebraakt, een beetje dieper. En nu komt de pullback naar boven. En nog belangrijker is dat wij hier nog geen test van het 50 dagen voortschrijdende gemiddelde gezien hebben. Dat bedoelt voor mij actueel dat ook als wij hier deze grote impuls hebben gezien, deze dagen en gisteren eigenlijk, dat wij ook als wij hier ja, eerste winstmeenemers zien, die ook volgende week nog verder in het markt komen, dat wij hier een heel belangrijke steunlijn bij $384 hebben, waar eigenlijk de 20 dagen voortschrijdende gemiddelde rondom ja, ook staat. En dat is voor mij de eerste support. Als dit braakt, dan hebben wij hier de volgende, is de 50 dagen, $359 de support. Dat zijn nu binnenkort of korte termijn de eerste support levels. Als die braakt, dan kan hier de correctie heel wel snel verder gaan. Maar zo gezegd, weerstand actueel bij rond 490, 419, sorry. En support momenteel 384 op het heel korte termijn. Even snel naar Amazon bijvoorbeeld. Hier zien wij wel dat de trend al in het ja, langzamer worden. Niet net als bij Apple. En als wij hier de trend even zien, is die ook duidelijk te zien dat die meer te vallen is. Ja, en maar hier is het ook van het technische perspectieven. Lijkt het hier ook eigenlijk meer om een voortzetting formatie, omdat dat kan hier wel als een bullish vlek of vlag gezien worden. En als wij hier de hoogte nemen en dan nog naar boven projecteren, dan kunnen wij hier wel een koersstoel bij 3447 wel activeren als wij wel bij de bovenkant, bij de boventrendkanaallijn, als wij die doorbraken, hebben wij wel de kans deze koersstoel te activeren. En dat bedoelt dan wel ook dat hier de trend eigenlijk wordt voortgezet. Ja? Dat is eigenlijk een bestätigingssignaal in een lopende positieve trend. Ook hier, als wij nog twee heel korte termijn voortschrijdende gemiddelde invoegen, 20 en de 50 dagen erbij. Zo, dan zien we dit echt hetzelfde wat wij ook natuurlijk bij Apple hebben gezien. De kopers zijn altijd hebben nagevraagd als wij hier de 20 dagen voortschrijdende gemiddelde, ja, getest hebben. Dat is hier van deze week ook net als een Apple geweest. Een dag later hebben wij wel hier een koopsignaal wel gezien. En nu testen wij de derde keer de bovende lijn. En hier moeten wij wel ja, doorbraken dat wij hier wel de trend voortzetten. En zo gezegd de koersstoel bij 3462 ongeveer kunnen bereiken van het RSI is hetzelfde. Wij zijn hier in een sterke markt. De trend is stel positief en dat is wel duidelijk te zien. Verder kijken we bij Facebook. Hier had ik al een beetje lange tijd, ja, in mei al deze beetje lange termijn, middellange termijn trading range. Die kon ik nu eigenlijk nog een vergroten. En zo zien wij dat wel, dat wij nu hier een duidelijke
doorbraak hebben gezien door gisteren, door de cijfers. Dan zie ik hier ook een koersdoel op het trading range wil bereiken. Dan neem ik de hoogte van het trading range en die projecteer ik naar boven. Dan heb ik hier een koersdoel bij 263,4 of 40 cent. En wij zijn wel nu met de doorbraak. En als wij vandaag een wekelijkse sluitkoers, wat misschien te val zijn wordt, hier boven de 241 zien, dan is het wel een activering van het koersdoel. En dan hebben wij hier nog potentieel tot 263 voor het eerste. En wij zien hier ook wel dat hier ook tussen de koersdoel ook een twee belangrijke pivotweerstanden staan op wekelijkse basis. En ja, dat kan hier nog de potentieel zijn. Maar ik heb statistisch een keer trading ranges analyseerd. En als wij doorbraken en wij zien het hier gewoon, ongeveer is al de helft van het koersdoel bereikt. Dat bedoelt vaak ook dat wij hier eerste correctie kunnen zien. Ja? Dus het is een beetje gelopen. Maar dat bedoelt niet dat wij niet nog in het volgende hier zo'n correctie kunnen zien die ja een eerste fake correctie doet, maar daarna de trend gaat voortzetten. En ja, Alphabet kunnen wij ook even zien, daar werkt het een beetje in het aandeel een beetje anders. We zien hier eerste verkoopsignalen nu die hier wil komen, maar wij zien het hier ook. Dat is een test van het 50 dagen en die hebben wij heel mooi ook in juni hebben gezien. Dus dat kan wel een nieuwe signaal zijn om hier een nieuwe, ja, offensieve naar boven, naar richting 1550 te zien. Voor mij is het wel, als wij hier vandaag nog een sluitkoers boven de 50 dagen voortschrijdende gemiddelde krijgen, is het voor mij mogelijk dat wij hier een beetje de compensatie zien die wij bij, ja, die wij een beetje, ja, de outrage of de bias die wij zien tussen Apple, Amazon, Facebook en Alphabet. Daar heeft Alphabet nu een beetje meer verloren, wat misschien niet duidelijk is. En dat kan wel door de technische signalen ook hier wel teruggekocht worden in het volgende week. Daar, hypothetisch gezegd, als wij hier een sluitkoers boven de 50 dagen voortschrijdende gemiddelde zien, is het hier wel voor mij mogelijk als een hypothetische trade nu wel dit te kopen, net als daarvoor. En hier mijn limit wel boven de laatste hoogte te doen en een stop in te voegen die mij ongeveer, ja, onder de 1400, dus ongeveer hier. Zo heb ik een goede risk-reward ratio en de mogelijkheid hier de voortschrijdende gemiddelde, de koopsignaal als het zo is, als wij hier duidelijk sluiten. Dus dat doe ik eigenlijk hier alleen als ik een duidelijk signaal op slootkoersbasis heb. Maar omdat wij nu nog geen slootkoers hebben en ik jullie wil illustreren hoe ik dan hier de limit en stop gebruiken. Daarom heb ik het even nu gedaan. Maar zo gezegd gaan we nu naar Nasdaq. En dan zien wij wel dat die Nasdaq wel een beetje verkocht ook. Als wij goede cijfers hebben gezien van Apple en Co. Ja, we zien hier wel de twee tests van het trendlijn hebben wij gemist. Ja, duidelijk niet. Of drie eigenlijk, twee breakouts en één test die wij hier niet kunnen overnemen. En hier is het ook. Hier mogelijk
voortschrijdende gemiddelde binnen te voegen. 20. En nog één. En dat is, ja, de 50. Om hier gewoon een algemene beeld van de trend te krijgen. Hier zien wij nu de laatste tijd is het een beetje, ja, technisch zien wij dat al moeilijker geworden. De trend momentum gaat naar beneden. De momentum heeft een divergentie, bearish divergentie ontwikkeld. En nu zien wij hier ook een cross van het hier 50 van het lange termijn, middellere termijn, voortschrijdend gemiddelde en de korte termijn. Dus dat kan hier ook een belangrijke signaal worden, bedoelen als wij hier nu, ja, verder een doorbraak zien en de koers het niet lukt hier over de trendlijn te sluiten, dan is het wel mogelijk dat hier dat als een eerste signaal is dat wij hier een beetje nog afgeven, de potentieel naar beneden gaat, omdat ik zeg het altijd weer, de gameplay die wij sinds corona zien was dat de coronacrisis heel snel weg is, wij heel snel een vaccin vinden, ja, en dat de economieën snel weer terugkomen naar normaliteit. Maar het is nu al bijna augustus. We hebben geen vaccine gevonden. We hebben geen, corona is nog steeds hier. Omgekeerd, corona heeft een recordhoogte in andere landen nog, net als Amerika, China en India. In India, Brazil en Amerika, sorry, hebben wij nu recordinfecties. Dus deze gameplay gaat niet werken. En de markt heeft nu nieuwe, ja, stories nodig om deze herstel nog verder te verdedigen. Tuurlijk, expansief weten wij dat al. Je hebt geen andere alternatieven als aandelen. Aandelen zijn de aandelenmarkten. Ja, die zijn nummer 1 en het is geen andere beslissing daar. En dat zien wij ook hier. Dat de, ja, coronacrisis voor speciaal techwaarde helemaal geen probleem was. Wij zien het hier. Wij hebben wel een nieuwe recordhoogte gekregen. En nu is het ook een beetje, ja, normaal als wij hier geen nieuwe story krijgen. Als het corona nog, ja, hard en lastig voor de economieën blijft, dan is het wel mogelijk dat wij hier een beetje afgeven. En potentieel ook op het korte termijn is wel hier nog tot een test van deze trendlijn en van de 200 dagen voortschrijdende gemiddelde. Dus het is wel te zien dat wij hier technisch een beetje de lucht of de momentum niet meer hebben, maar de actuele beeld is nog steeds tuurlijk technisch positief en wij zien het hier, de grens van 48,5 is nog steeds niet naar beneden doorgebraakt en dat is steeds nog een positieve signaal. Ja, ik vraag nog of hier nog vragen zijn, omdat anders komen wij bijna naar het eind en ik wil jullie nog laten zien wat, ja, jullie nog voor mogelijkheden hebben voor webinar te zien over de earnings season. Onze laatste webinar op 6 augustus met Edward Loef. Een heel interessante, eigenlijk afronding van het earnings season. Final whistle, terugblik op het seizoen over de technische analyse. Met Edward Loef, dat is wel interessant, waar ik ook zeker mee kijk. En van die ervaringen van Edward ook wel leren natuurlijk. Dat is zeker een goede afronding, denk ik, voor de earnings season. En ja, dat als jullie nog bezig willen zijn, actief en communiceren over de beurzen, dan volg mij toch bij Twitter, @Zalaboumidi.
is mijn Twitter. En daar schrijf ik ook in Nederlands, Duits en Engels over de markten. En communiceer hier ook met andere traders, beleggers en followers. Ja, dat was het van mijn kant. Als hier nog geen verdere vragen zijn, dan zeg ik bedankt voor het luisteren en bekijken van het webinar. En ik wens jullie nog een mooie, fijne weekend. Blijf gezond en tot ziens.